Heen en weer, heen en weer. Ze zaten de bootjes jarm aan het eten. Zo, zo, zomaar in de taxi. Zo, 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 zomaar in de taxi. Ze vroegen toen aan mij. Wij bij Omroep Drimmelen zijn dol op hobby's. En wij hebben hier in de omgeving, zeker in de gemeente Drimmelen, hebben we al heel veel hobby's gezien. En elke keer vinden we weer een nieuwe. En deze keer zijn we bij Marcel Raafs terechtgekomen. Te niet onbekend, denk ik, want bij Omroep Mars, Marcel ben jij, laten we zeggen, toch wel een drijvende kracht. Maar dat jij ook nog de tijd hebt gevonden om zo'n enorme hobby erop na te kunnen houden. En dan taxis. Er zit weinig verband tussen taxis en de omroep. En toch is er ergens een link. Waar ben jij ooit begonnen met deze hobby? Ik, uh, nou, deze hobby is eigenlijk voortgekomen uit, uh, uit, uit mijn werk voordat ik bij de omroep kwam als vrijwilliger. Had jij iets met taxis in die tijd? Ja, 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 ja. ik heb 32 jaar bij een taxibedrijf gewerkt. Oh, dus je hebt heel dus, Nederland ja, wel gezien zo langs. Ik heb heel Nederland en België en stukjes van Frankrijk heb ik wel gezien met, ja. met een taxi, ja. ja maar om, klopt, om taxi ja. in de taxiewereld te zitten en dan zo'n enorme hobby daarvan ja. te maken... en zo enorm veel taxis te vinden, ja. allerlei soorten en maten, dat ja. doe je niet zomaar. Nee, nee dat klopt. Uh, er zijn er ook aardig wat modelletjes bij die ik uh, vroeger uh, van klanten heb gekregen. Ja? We hadden natuurlijk uh, heel veel uh, klanten die we. Uh, van, van toch wel uh, vrij grote bedrijven in, in de regio Breda, waar ik dan uh, zat. Ja, die zworven eigenlijk ook de hele wereld over. En daar en, uh, ja, zitten toch wel uh, unieke exemplaren tussen. Maar het varieert uh, van hele kleintjes ja, tot uh, echt tot, wel wat grotere. Tot. Ja, ja. Had je nog een bepaalde Klopt. voorkeur voor, of was je blij met alles wat er kwam? Als het taxi was, was het goed, zeg maar. Ja. Hè? En, en uh, uh, ja, het was altijd wel leuk om, om uit verschillende landen uh, ja, wat modelletjes te hebben, zeg maar. Uh, en gaandeweg werden het er meer en meer en meer, zeg ja, maar. Ja, maar hoeveel zijn het er in zijn totaliteit? Hier, uh, hier staan er nu uh, 170. En je kunt van alle 170 ja. iets vertellen? Uh, nee, niet van alle 170, Ongelukkig. want dan, uh, dan zijn we volgend jaar nog niet klaar, denk nee. ik. Hè, maar er uh, zitten wel exemplaren bij, Geen zoals voorbeelden. Uh, deze twee bijvoorbeeld. Deze die kan ik wel oppakken, die niet, want die, die is een beetje fragiel. Maar dit is, is een, een model, uh, komt uit Rusland. En dus, dat is nog van voor uh, de val van de muur en, en dat soort uh, dus, uh, andere begin, toestanden. In uh, de jaren 70, jaren, begin jaren 80? Uh, is het een wolga of wat is het? Uh... Ja, dit is een wolga. Ja. Ja. Ja, ja, klopt. Ja. En uh, die heeft toen iemand meegenomen uh, voor mij, die daar uh, voor zijn werk uh, naartoe ging. En, uh, anders kom je er niet aan aan dit. Anders kom je er niet aan aan en dit. En van de ene nee, kwam de uit. andere? Ja, precies. En, en uh, ja, toen hadden we deze dan. Dat is een, 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 een busjesuitvoering daarvan. Die, dit is een RAF. Die, is, uh, ja, die heeft al wat. De Leiden gehad, zeg maar, in de loop der jaren. Ga een ongevalletje gehad onderweg? Ja, precies. Dat is uh, elke taxi, maar rijdt wel eens een keer een, uh, een deukje of wat schade, zeg maar. En dat uh, ja. Ja, moeten ja. wij. Ja, ja. Maar dit is er dus ook eentje die. Als je erin is geschreven, taxi zo geschreven. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat zijn echt modellen die ook echt uit, uh, uit Rusland komen, zeg maar. En ja, kijk, nou heb je in Nederland, uh, is er natuurlijk op, op, op die uh, uh, ja. ja uh, Fake markt, zeg maar. Dit, dit zijn gewoon ja, imitatiemodellen, zeg maar. Waren de typische uh, uh, modellen die uh, altijd in uh, Nederland reden? Of was het ook een in... verzameling in van alles en nog wat? Nee, 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 nee. Nee, het, het is eigenlijk niet zo dat er bepaalde automerken uh, gekoppeld zijn aan, aan een bepaalde plaats. Nee, dat niet. Je hebt wel bepaalde kleuren uh, die uh, uh, bijvoorbeeld Duitsland. Duitsland, dit is een Duitse. Uh, dat is Beige. Laat even nee? zien, uh, maar dit is Oh, dat is een hele luxe. Dit is, ja, dit is, uh, dit is ook een vrij recent model nog. Het is niet een elektrische uitvoering, maar dit is nog uh, een uh, lekkere oude dieseluitvoering, zeg maar. Hè. Uh, maar dit is dan uh, de kleur zoals ze dus uh, grotendeels in Duitsland rijden. Uh, er zijn een paar plaatsen in Duitsland die hem niet. Uh, in, in, uh, in deze beige kleur hebben. Maar dan is het uh, zwart met, uh, met wit. Maar uh, Duitsland in het algemeen is, uh, is een beige kleur. Chic, hoor, in een mercedes uh, ja, 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 maar goed, dat is eigenlijk in, in Londen uh, had je tot verkort ook altijd een, een, een standaard model. Hè? Ja. Uh, dit is uh, een van de laatste uh, uh, ja, modellen die. In Londen als dieseluitvoering rondrijden. Heb je er wel eens in gezeten? Hierin, nee, 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 nee. Deze niet, maar wel het model daarvoor. Dus dan heb je de, de Austin en ja, dat is dit dus. Kijken, dat is dit model zeg maar. Uh, hier wel. Zo weet je, heb ik wel in gezeten en daar heb ik zelfs nog eens een stukje mee gereden in, uh, in Nederland met het stuur aan de goede kant of aan de verkeerde kant? Aan de verkeerde kant, andere, he, verkeerde want dat is ja. Uh, Engels. Uh, ja, ja, die, ja ik We zijn al van, dat is een kermisauto, je ja, hebt het stuur aan de verkeerde kant. Nee? <laughs> hey, uh, dat model is, is uh, wat je aanwees. deze, dat is gietijzer. Uh, dat, uh, dat is ook geen lichte dan? Nee. Die, uh, zo. Die weegt wel wat. En dit ja. kwam uit Amerika? Nee, nee, dit Yellow komt, uh, uh, het model... Komt uit Nederland en dat heb ik gekocht in Vlieland. En eh, wat er gebeurt in eh, eh, Noordzee, Waddenzee. Daar uh, gebeurt nog wel eens wat met schepen, die verliezen nog wel eens wat, uh, er gebeurt wel eens iets. En op een gegeven moment uh, spoelt daar wel het een het aan, uh, en ander aan. En jij al. stond voorop? Uh, nee, 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 ik stond zeker niet voorop. Nee, nee, nee. Nee, nee dat is uh, uh, ja, de lokale bevolking die houdt er wel van het jutten. Ja. En, uh, en blijkbaar uh, is dat ook zo'n model geweest wat daar uh, terecht is gekomen. Ja, dat heb ik daar wel gekocht uh, in, uh, in Vlieland. Ja. Oh, speciale ja. modellen of waar kleine oplages van waren. Volgens mij ja. was dat ook bij dit soort auto's. Hè? Ja, ja, ja. ja dan zitten er zeker bij die uh, die echt maar een beperkte oplage hebben. Deze die heb ik, uh, uh, daar staat er ook op gel geliniceerd. Hier zijn er niet zoveel van, zeg maar. Deze die heb ik, uh, dit is denk ik wel een van de laatste modellen geweest. Want mijn zoon die is naar uh, New York geweest en daar heb ik deze uh, van gekregen. Mooi. Ja, wat ook in een beperkte oplage is. Is uh, deze. Dit komt nog uit de film van uh, James Bond. de nee, eerste dan? Ja, dus, ik, ik zou niet weten de welke. Want uh, uh, ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd om, om uh, speelfilms te kijken, zeg maar. Uh, maar dit is een model. Dat is gebaseerd op, op, de film, op een, een film van James Bond, uh, wat in Parijs uh, uh, afspeelde. Zeg maar. ja. hey, is het is ook een, een, een model uit, uh, uit Parijs. Hè. Het staat ook een hele kleine letters, uh, Parisiën staat erop. Hè. Parijs, Dan moet je heel Parijs, scherp Parijs. kunnen kijken. Volgens mij gaat ja, nee, de taxi op, dat klopt maar goed. Ja, dat klopt maar goed. ja, dat klopt, maar eronder met zwarte letters ja, nee, dat kan heb je een lezen. nodig. Nee, dat kan ik niet lezen. Dat, uh, nee, nee, de nee. de teneur van nee. alle kleuren is bijna geel. Is dat per definitie yellow cap? ...want dat ken je, kennen we vanuit de Ja, dat, dat, dat is Amerikaans... Hè. ...dat is echt Amerikaans, dat, dat yellow... Hè. Want, uh, ...dit is echt... Uh, ...Amerikaans... Hè. Uh, ...de oudere modellen... Hè. De, 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 ...de shaker... Uh, dat soort modellen rijden in Cuba nog rond hoor... Ja, ja, ja... ja ...maar ja, dat is niet alleen met... ...met, met, nee, nee. met taxi zeg maar... Hè. Uh, ...alles wat hier... Uh, uh, ...niet meer mag rijden... Het zij via het milieu of, of het zij qua staat. Want dat is toen de invoering van de APK-jaar. Nee, daar heb je daar nog nooit van gehoord. Toen is er al heel veel ja. die kant uit gegaan. En ja, het rijdt daar gewoon nog even vrolijk rond. Hè. Maar goed, ik heb daar. Speciale modellen. Hier ik heb benieuwd. ik er ook ja. nog eentje. Dat is een. Dit is er eentje. Dit is er een van, van de 3000. Hier zijn er maar 3000 van, van gemaakt. Het is een Engels, uh, een Engels model. Dus kunnen, Hoe kom je daar nou weer aan? Dat, dat, die liggen niet bij, bij uh, de Action of waar dan ook. Nee, is dan nee, een heel nee, nee die kun je niet, uh, niet bij de Action halen. Nee, dat... Ja, want is er een club van mensen die, uh, net als jij, een tik hebben wat betreft taxis? Of Nee, ben je de enige? nee, die zijn zeldzaam. Ja, die toch zijn wel? Zeldzaam. <laughs> <laughs> die heb je niet zoveel. Nee, maar het is wel nee. leuk om met anderen inderdaad een keer te ja, kunnen ruilen het... of iets te kunnen vertellen Klopt. of te horen. Ja, ja nee. nee, dat. Uh... Niet dat ik weet, nee, dat ik weet, nee, maar goed als je, als je kijkt, uh, het is iets wat wat toch al best wel oud is. hè? want als je dit uh, ja. uh, bekijkt, dit ja, is zeker. Dinky Toys, ja, dit is een ja, originele, uh, ja, ja, dat is een originele Dinky Toys. dat je het later van matchbox, en, en, kon er ook en, ja, precies. Die, die staan er ook tussen matchbox, uh, dan heb je. Matchbox is... Ja, dat, dat idee komt wel in een matchbox ja, dat is dit. Ja. dit is een beetje matchbox-achtig, maar dit is geen matchbox, hoor. Maar is, uh, dit is majorette. Dit is eigenlijk, ja, eigenlijk is het lijkt hetzelfde als matchbox, hè. Ja, het matchbox, majorette. Ja, de matchbox zat uh, in dat speciale doosje, dat daar, daar, daar staat een ja, matchbox ook dat klopt. op. Dat klopt, zeg maar. maar ze worden steeds kleiner, want het dat is, zijn toch wel uh, hele kleintjes, uh, Marcel? Ja, dat zijn hele kleintjes. En, en uh, ja, je hebt ook mensen die, die iets met, uh, met treinen hebben, zeg maar. Ja. Yeah. En, uh, ja, en, en in de modelbouw van de treinen, uh, daar hebben ze vaak stations. En voor een station uh, staat doorgaans wel een taxi. Absoluut. Hè? En, en uh, uh, ja, dat zijn dus die voorste modelletjes, zeg maar. Uh, ja, het is, het is, als je er helemaal naar kijkt, zie je eigenlijk door het boom het bos niet meer. Uh, dit bijvoorbeeld doet mij denken aan die, die film van Herbie. Kun je dat herinneren? Ja, die, die, ja, ja, ja. Die taxi. Nee, dat klopt. Die ken ik dan wel, ja, zeg maar. Okay. Die, die duren niet zo lang, dus dan kijk ik wat tussen. Le maar uh, Herbie, ja, dit, dit is niet de kleur van Herbie natuurlijk. Nee, ja, nee maar die was witachtig. Uh, beige. Beige, witachtig. En dan uh, de rood-blauwe uh, streep uh, helemaal overheen, zeg maar. Ja. Nou ben jij jarenlang taxichauffeur geweest. Uh, ja. Ik kan me herinneren dat als, als kind ja. ik kwam hier in de taxi, en daar hadden ja. ze van een taximeter nog nooit gehoord. Vandaag de dag is het een en al digitaal. Ja. Dat heb jij waarschijnlijk ja. ook meegemaakt, want ik zie hier een aantal apparaten waarvan die Daar nou, weet ik ja, ook nog wel niet van. Taximeters hadden al in, inderdaad altijd wel van gehoord. Uh, alleen, uh, ze hingen niet altijd in in een in een auto. Uh, oh. Hier heb je bijvoorbeeld een, een, een oude Mercedes. En daar gingen ja, ze... Ja, de 50 de uh, 40'. Ja, ja. Dit, is, dit is al heel oud. Maar die lijkt die het lijkt hingen... wel een attraction van, van Citroën. Nee, nee, dit is, is, een, Mercedes? Een, oh, dit is oh, een Mercedes. Dit is een Mercedes. Oh ja, ik zie het al, ja. ja. Dit is een Mercedes. Ja. Dit is een Amsterdamse uitvoering. Maar die hingen aan de buitenkant. Ja, dat zie je met deze dan weer net niet. Oh. Maar in ieder geval, dit, ja, dit was ja. het type, daar begon jij mee? Ja, hier ben ik mee begonnen. Kort daarna hadden we deze. Die, die, die waren wat, wat uh, uh, daar zat wat meer uh, software uh, achter, zeg maar. Uh, ja, da, dan zaten er nog andere zaten ertussen, maar die heb ik hier nu niet liggen. Uh, kwam er ook liggen. een bonnetje uit, dat als je bij je ja, baas kwam, dat je zei van ja, 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 kijk, ja. Nee, een... nee, dat klopt. ja, dat klopt. Uh, deze bijvoorbeeld, die zat er standaard in dat er een bonnetje uh, uitkwam. Uh, maar uh, 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 80, begin 90 waren veel al geschreven bonnetjes, zeg maar. Ja. Ja. Want uh, je had dan wel eens een keertje dat je uh, een voortje kreeg van een klant en die wilde dat wel op het bonnetje hebben. Ja, uh, ja dat waren altijd handgeschreven bonnetjes. Zeg maar. Ja, uiteraard. Dat, uh, dat, uh, het ja. leven van een taxichauffeur, dat heb je achter de rug. Het leven ja. als een verzamelaar, daar ben je nog steeds mee bezig. Ja. Ga je er nog mee door? Zeg je, ik ben nog lang niet klaar of komt het op een laag pitje? De omroep houdt je flink bezig, geloof ja, ik, Ja, de omroep, daar gaat heel veel uh, uh, vrije tijd in zitten, zeg maar. Uh, maar goed, buiten de omroep heb ik ook nog andere dingen wat ik, uh, wat ik uh, doe. Ik ben ook uh, voor Stichting Opkikker uh, ben ik ja, ook heel veel bezig. Ja, je bent een actieve man. Dit Het is, is uh, een klein onderdeeltje van je leven geworden. Dit is een klein onderdeel van je leven. Maar toch wel eens even leuk Het om is, andere uh, mensen te laten zeker zien. Zeker weten. Nogmaals, ja, ja, uh, ja, ja, dat ja, er zoveel modellen ja. waren, wist ik niet... Nee. Dat je ze in allerlei vormen had, had ik wel van, van kan me wel herinneren, mm -hmm. het, is, het is een prachtige verzameling. Uh, ja. Ga je ja. ermee door of zeg je, ja, het is een keer wel, te kopen? kijk, als, als je, uh, kijk, er, er zitten dingetjes tussen, van die speelgoedwinkels, wat je bij de Action kunt kopen ja. en zo. Dat, dat, dat is, dat niet, is het, uh, niet, nee, dat is het niet. Nee. Ik, uh, We gaan er een, een eind aan ja. breien. Ja. Ik vond het heel interessant, uh, een aantal hm. dingen hoor je die je eigenlijk niet weet Nee. Ik kan niet anders zeggen dan complimenten ja. voor het feit dat je ze zo keurig allemaal op tafel hebt gezet. En ook ja. de, de allerlei dingen van weet. We gaan een hele hoop mensen daar een plezier mee doen. Zodat ik wat achtergronden ja. zien van uh, de hobby uh, ja. uh, van deze hobby. Ik kan niet anders dan ja. uh, zeggen, hartelijk dank. Ja. Ja. We komen ja, ja. elkaar binnenkort wel weer eens een keer tegen, oh, denk ik. Oh, dat ik zal wel ergens zijn, ja. <laughs> ja. Goed. Ja. Taxi. We hebben allemaal in ons leven er wel een paar keer in gezeten. We weten allemaal wat het ongeveer inhoudt. We weten hopelijk nu iets meer dankzij het verhaal van Marcel Raes.